vaders en moeders, jongens en meisjes, groep 8, collega's en alle andere aanwezigen. Hartelijk welkom vanavond hier in het gebouw Maranatha, waar wij een afscheidsavond hopen te houden. We hebben een druk programma, dus we willen graag op tijd beginnen. Voordat ik wat ga vertellen over deze avond, een mededeling voor de kinderen, zodat het duidelijk is. Vanmorgen was het niet zo duidelijk, maar nu proberen we het heel duidelijk te zeggen. Morgen, groep 8, zijn jullie om 9 uur hier welkom in Maranatha. Om 9:30 gaan we dan optreden voor andere groepen. 9 uur morgen in Maranatha. Het programma voor vanavond ziet er als volgt uit. Wij willen de avond beginnen met een filmpje. Zoals u weet zijn de kinderen op kamp geweest, hebben heel veel meegemaakt. Daar gaan we 40 minuten van genieten. Vervolgens volgt een officieel gedeelte en nemen we officieel afscheid van de leerlingen van groep 8. Er zal een korte pauze zijn en dan gaan de leerlingen van groep 8 zich presenteren aan ons. Als meester Prins zo dadelijk het licht van uit doen, gaan we kijken naar de schoolkampfilm 1999. Uit de Bijbel kunnen halen en dat heb ik gevonden, maar het is geen makkelijk stuk, dus ik zou het heel fijn vinden als jullie extra goed luisteren en dan ga ik een paar keer de nadruk leggen op een woord wat meerdere keren voorkomt en dan straks als ik klaar ben, dan vraag ik wie zou het durven om dat woord wat ik geprobeerd heb te benadrukken een paar keer om dat te noemen. En als je dan je vinger opsteekt, dan wijs ik het zo aan. Thank you.
Binnenkomt, dat er twee, een meisje en een jongen bij de deur staan en dan krijgt u per oude paar één programmablad. Zou u dat mee willen nemen en echt niet allebei één nemen, anders hebben we niet genoeg. Dan is het ook de bedoeling dat daar aan de rechterkant vier rijen vrij blijven en dat daar de kinderen komen te zitten. Dus die mensen die daar zo zitten en deze rijen moeten vrij blijven. Dus alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.
Zo, u staat er even tegen met zo voor u. Ik ben vanmorgen op de middag gevraagd om hier nog één keer de liedjes voor te zingen. Alleen als je in de mensen bent, word je bijna kapot gedrukt door een heel goed stuk voor je en een heel goed stuk na je. Dus wat gelukt. En het is me ook bijna nog nooit gelukt om dezelfde liedjes, dezelfde gevaren, een keer weer een keer te zingen. Misschien wordt het iets anders, maar dat vindt u niet aan. Maar even goed nadenken hoe het ook weer is. Kunnen jullie me helpen, jongens? Wat bevalt het ook weer? Nee. Lekker de wacht. Wat? Merk op je sterk. Dan moet je even beginnen, want dan heb je geen minuut. Dat is niet de bedoeling, dan heb je het wel weer. Ik weet het meer. Gaat. Kom vrienden in het ronde, luister naar dit lied. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt Piet Hein, zijn naam is Klein, Klein Kleutertje, wat doe je in mijn hok? Plukt er alle bloemetjes op, daar aan de waterkant. Daar op die grote stille heide dwaalt een herder eenzaam rond. Wel de wit gewolde kudde trouw bewaakt verloren. Drie kleine kleutertjes die zaten op een karretje dat op de zand gereden. De maan snelde weg van dit. Het buitje liep van tjok, tjok, tjok. Tussen Keulen en Parijs, daar was laatst een meisje los. Die wou van de rijden in de baantje. Maar daar de rode draad en zijn zoon in Moriaantje. Dat was al vroeg en geen zwanden zonder poetje van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is Jan met de bokkenwagen? Hij is niet hier, hij is niet daar. Hij is met zijn meisje naar Arnhem-Muiden. Welkom thuis voor ons alluiden. In naam van Oranje, open de poort. De watergezicht onder moeders paraplu. Liepen eens twee haastjes. En de een die riep, Sinterklaasje, kom maar binnen en trek hem. Want we zitten allemaal op een grote paddenstoel, rond met witte stippen. Zat kabouter spelen mee, heen en weer. Primo in de ronde, ik zing. Ja, kom maar.
Film is weer de olifant die lacht, maar het blijft gewoon een beer. Ik steek mijn hart in het hol. Ik voel iets warm. Het is hard.